Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik mijn opgemaakt zien. In deze video, ik heb er een paar verzameld, aangezien dat ik niet meer elke week een opgemaakt doe. Alles zit hier in dit mandje. Ik heb twee bruisballen van Lush opgemaakt. De Sherbert Dip. Bath Bomb. Deze is heel erg fijn in mijn bad. Ook heb ik deze opgemaakt, maar eigenlijk weet ik niet meer welke dat is. Maar ik weet wat er zat. Oh jawel, dat was denk ik die ster op het stokje met het balletje. Belletje. Geen idee. Oh, de zon schijnt in mijn oog. Oké, dat is niet goed. Slechte lichting. Belichting. Moet ik bijschijnen met een lamp. Voilà, opgelost. Ook heb ik deze Tropical Repair Shampoo van André Lon met Masha uit hun samenwerking opgemaakt. Dit is een voor de herstelling van droog en dof haar. Ideale zomershampoo dus. Ook heb ik een hoop kaarsen opgemaakt. Deze uit de Action, de Velvet Rose Home Fragrance kaars. Deze. Die ruikt heel echt fleurig en bloemig. Ook heb ik deze opgemaakt. Ik heb ze er dus geen enkele mee. Dit waren iets kleinere kaarsen. Roze kaarsen roken echt ook heel bloemig. En deze schaatjes vond ik echt heel erg fijn. Waar ze in zaten, dus deze ga ik zeker mooi uitspoelen. Ook heb ik deze douchefoam opgemaakt van Knijp. Daarover heb je een blogbericht kunnen lezen. Ook vond ik deze echt heel, heel fijn. Omdat het echt zo'n schuim is. Zo'n slagroom schuim. Echt heel erg fijn om onder de douche en die rook heel 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 lekker. Maar meer daarover in mijn blogbericht die ik hieronder zal linken. Ook heb ik een valse wimpers gebruikt. Deze Girls with the Attitude wimpers van Primark, The Fantasy Ones. Die heb ik opgemaakt tijdens mijn make-up les. Ook heb ik deze heerlijke Colab doorshampoo opgebruikt. In Her Paradise. Ik wissel graag af met doorshampoos, dus ik weet nog niet of ik deze opnieuw zal gebruiken. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik nu minder doorshampoos gebruik dan vroeger. Deze Facial Sheet Mask met Charcoal was een klein beetje enger dan mijn andere maskers. Maar was wel erg fijn. Ook omdat hij niet te veel vloeibare crème in zich had. En wat dat bij Primark maskers echt wel heel vaak veel te veel is. Dus deze zou ik zeker aanraden. Ik heb een Argan Facial Cleansing Wipe pakje opgemaakt. Deze ga ik sowieso opnieuw kopen, want ik ben echt fan. Van de doekjes van Primark. Ze zijn goedkoop en ze doen echt hun job. Ik heb deze Aussie Frizz Miracle Conditioner opgebruikt. Iets leuker en handiger dan de andere conditioners. Maar ja. Ja. Geen idee of ik deze opnieuw zal gebruiken. Deze was van Action. Ook deze Nivea Michelin Shampoo. Deze vond ik wel heel fijn, maar hij geeft geen zo'n leuke geur achter zoals andere shampoos dat doen. Maar het is wel een meer natuurlijk product dan andere shampoos. Deze glitters heb ik opgemaakt voor intieme slagjes. En nog een voetcrème. Achtig iets.
Zo, dit was het dan voor deze maanden. Ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. En dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik heb opgemaakt in de afgelopen weken. Doedels!